De voormalige gereformeerde kerk aan de Schaapmanstraat in Tiel is verkocht. Het was de bedoeling om nog een afscheidsdienst te houden. De coronacrisis maakt dit onmogelijk. We wilden als kerkenraad toch iets doen. Daarom hebben we met behulp van Regio TV Tiel een vorm van afscheid gemaakt waar u nu naar kunt kijken. Vreugde voert ons naar dit huis, waar het woord aan ons geschiet. God roept zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied. Midden in de 40 dagen tijd. Op de zondag die wij Letare noemen. Dat betekent verheugt u. Zijn we in deze kerk aan de Schaapmanstraat, waar bijna 7 decennia elke week gevierd is. Er is getrouwd. Er is gedoopt. Kinderen gingen naar de kindernevendienst. Dierbaren werden vanuit dit huis begraven. Op de grote momenten van het leven bood het onderdak aan verdriet en vreugde. En altijd was daar het woord van God dat richting gaf. Dat troost bood en van waaruit het leven werd gevierd. Nu zijn we hier om voorgoed
afscheid te nemen van deze kerk. Met muziek en teksten rondom de liturgische voorwerpen die in de afgelopen jaren zo'n belangrijke rol gespeeld hebben, verbeelden we dit afscheid. God die uw woord doet klinken en door uw geest ons troost en opwekt tot lofzang en gebed. We vragen u, blijf ons met uw woord nabij. Spreek ons aan en wijs ons de weg. Christus, onze gastheer, die door de tijden heen ons aan uw tafel heeft gevoed. Met uw eigen leven. Nu wij afscheid nemen van dit gebouw, vragen wij u, blijf ons versterken met uw gaven. Wees onze reisgenoot op weg naar uw toekomst. Zo bidden wij, blijf in ons midden, ga met ons mee. God die uw naam wilt verbinden met de namen van mensenkinderen. Hier waar mensen hun doop hebben ontvangen, waar mensen hun doop hebben beaamd, vragen we u dat we van dag tot dag leven vanuit de genade van de doop. Zo bidden wij, blijf in ons midden, ga met ons mee. God in de hemelen, zien door uw mensen, wees ons de weg van het leven. 3, 2. God die uw naam wilt verbinden met de namen van mensenkinderen, hier waar mensen hun doop hebben ontvangen, waar mensen hun doop hebben beaamd, vragen we u dat we van dag tot dag mogen leven vanuit de genade van de doop. Zo bidden wij, blijf in ons midden, ga met ons mee. 3, 2. God in de hemelen, zien door uw mensen, wees ons de weg van het leven. Licht van de verrijzenis, dat alle duister verdrijft. Vuurkolom in onze nacht, nu wij opbreken van hier. Vragen wij u, ga met uw licht ons voor, op de weg naar uw koninkrijk. Zo bidden wij, blijf in ons midden, ga met ons mee. 3, 2. God in de hemelen, zie door uw mensen, wees ons de weg van het God die trouw blijft in leven en in sterven. Op deze plaats waar uw woord heeft geklonken. Waar kinderen zijn gedoopt. Waar ambtsdragers zijn bevestigd. Waar mensen zijn gezegend in hun trouw voor elkaar. Waar we afscheid hebben genomen van wie ons lief waren. Vragen we u, blijf ons allen met uw zegen nabij. Thank you.
kruis leidt met ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht die we hier schuilen verder leidt, tot alles is volbracht. U hebt gekeken naar een registratie van het afscheid van de kerk aan de Schaapmanstraat in Tiel. De protestantse gemeente Tiel wil hiermee recht doen aan allen die dierbare herinneringen hebben aan deze kerk. Zo kunnen we in deze moeilijke tijden iets van steun en troost bieden.